rollercoaster van emoties. Teleurgesteld, boosheid. Helemaal omdat het niet had gehoeven. Dus ik denk vooral boosheid. Dit is toch wel klaar, hè? Ja, het wordt zeer lastig nu. Als je deze niet wint, helemaal omdat je maar het moet winnen, dan wordt het heel lastig. Heb je nog enig geloof in een miraculeuze ontsnapping? Nou ja, laat ik het zo zeggen, het zijn nog 3 wedstrijden, maar op het moment zit je vol met emotie. Wat moet je zeggen, elk woord zal tekort doen. Ja, maar dat er nog 3 wedstrijden zijn, dat moet je eigenlijk zeggen, maar wat is echt je gevoel? Ja, rollercoaster van emoties, teleurgesteld, boosheid, helemaal omdat het niet had gehoeven. Dus ik denk vooral boosheid. Vooral de tweede helft kregen jullie inderdaad kansen. Hoe frustrerend is het dan dat die bal er niet in gaat? Ja, ik denk dat ik een goede kans kreeg dat hij bij de tweede paal valt. Ik denk daarna dat een balletje breed en ik tik hem in. Dan wordt het een andere wedstrijd. Ik hoorde ook nog dat het een penalty had moeten wezen. Dan wordt het ook een andere wedstrijd. Dus ja, moet je zeggen. Misschien wel het verhaal van het seizoen, dat het allemaal net niet mee zit. Nee, kijk, het is allemaal leuk en aardig om dat nu te zeggen. Van het had een penalty moeten zijn, had een breed moeten leggen. Maar je koopt er niks voor. Uiteindelijk scoor je dan nog wel voor het eerst in 2019. Ik snap dat het misschien nu niet een opluchting is, maar misschien morgen of overmorgen. Of hoe zit dat bij jou? Nee, want je koopt er niks voor. Ik had hier liever, om het maar zo te zeggen, de win ondergemaakt. Of een assist, of niet eens bij betrokken en dat je dan met 2-1 wint. Of 3-2, of wat dan ook, überhaupt dat je wint, dan dat ik mijn goal maak. Ja, het zou een miraculeuze ontsnapping moeten worden. Maar wat nou als je degradeert? Jouw contract loopt af. Is het voor jou ook nog een optie om bij NAC te blijven in de eerste divisie? Nee, want ik heb nog niks gehoord. Dus dan zal ik verder moeten kijken. Maar hoe sta jij er zelf in, buiten het feit dat je nog niks hebt gehoord? Ik denk als jij niks hoort van een werkgever of wat dan ook, dat je er ook niet op ingaat of over na hoeft te denken. Want dat houdt dus in dat je verder moet kijken. Zou het jou pijn doen als je vertrekt bij NAC? Ik heb hier een hele mooie tijd gehad. Ik heb gezien wat voor mooie club het is. En ik vind het ook erg dat het zo slecht gaat. Dus je ziet het publiek, staat er weer een vol vak. Die mensen verdienen anders. En daar moeten we allemaal in de spiegel kijken. Sta je open voor de eerste divisie? Nee, dat zeker niet. Helemaal niet. Nogmaals, je kan die vraag blijven stellen. Ik ga er ook niet verder op in, want ik heb niks gehoord van NAC. Dus daar hoef ik ook nergens over na te denken.